De open rate wordt wel een statistiek die we een beetje los moeten gaan laten. We moeten echt gaan kijken naar engagement. Dus wat is de click-through, wat is de click-to-open? Het wordt steeds belangrijker om goede first-party data af te vangen. Personaliseer, segmenteer, zorg dat je de juiste content aanbiedt. Zet SMS ook eens in, ga het gewoon eens proberen. Ja. En als je een app hebt, gebruik hem. Team ITG verstuurde afgelopen jaar met haar platform Canopy Deploy meer dan 3,6 miljard e-mails voor haar klanten. En daarmee opereert het bureau in de top van de wereld als het gaat om e-mail en digital marketing. En elk jaar publiceert ze de e-mail benchmark. Een onderzoek dat resulteert in een goudmijn aan statistieken en inzichten. En in deze video gaan we die delen. En dat niet alleen, ook nog een aantal concrete adviezen en praktische adviezen op het eind. Van harte welkom. Bij mij te gast Shaula Schotman van Team ITG. Shaula, van harte welkom. Dankjewel. Laten we meteen beginnen met de top 5 belangrijke inzichten. En de eerste gaat over machine opens. Wat kun je daarover zeggen? Nou, machine opens is dit jaar een nieuwe metric na de Apple update die heeft plaatsgevonden. En we zien dat deze sinds september live is gegaan en dat die nu op zo'n 3,5% open rate staat. En die blijft gewoon groeien. Dus echt een belangrijke. Betekent dat het gevolg is dat de mails worden geopend op een Apple server? Ja, inderdaad. En niet meer door de gebruiker, zeg maar. Nee, in eerste instantie worden ze inderdaad op een server van Apple geopend. Ja. En op een later moment uiteraard ook wel door de gebruiker zelf. Mm-hmm. Maar in eerste instantie is het echt een verzamelbak waar die mail in terechtkomt. En daar wordt de open geregistreerd. Straks meer over, zeg maar, gevolgen daarvan en adviezen en tips en alles. Ja. Nu eerst even de 5 belangrijkste inzichten. De deliverability, dat is een struikelwoord. De deliverability rate, die is weer gestegen, hè? Ja, die is zeker weer gestegen. Naar? Ja, die staat nu op 99,68%. Dat is bijna 100. Dat is bijna 100. Ja. Ja, en het is ook weer een stijging, hè? Het is zeker weer een stijging. Dus dat geeft ook wel aan dat de IP-reputatie toch echt wel belangrijk is voor onze klanten. Ja. Ja. Maar ik ben niet zo perfectionistisch gelukkig, maar het is toch al heel erg goed, hè? Het is ook heel erg goed en dat moeten we zeker ook zo houden. Dus het blijft belangrijk om dus inderdaad goed naar je data en je reputatie te kijken. Ja, precies. Ja. Want als die niet afgeleverd wordt, dan... Dan heb je niks. Nee, heb je helemaal niks. Dit jaar in het onderzoek de derde is ook SMS en mobile meegenomen. En dat is qua CTR verrassend, hè, wat daar uitkomt. Ja, het was zeker een verrassende. Vandaar dat we ook mee hebben genomen in het onderzoek dit jaar. Mm-hmm. Hij kwam op ruim 24% uit. En dat is toch echt wel heel veel hoger dan de gemiddelde CTR van e-mail die op 3,6 ligt. Dus dat is echt wel een mooie aanvulling op je kanaal om klanten te bereiken. En als we kijken naar dat grote verschil, zou je, laat ik zo zeggen, is het ook zo dat klanten van jullie ook al verhoudingsgewijs zoveel met SMS en mobile doen dan? Nee, eigenlijk nog niet. En we hebben wel gezien dat tijdens de hele pandemie natuurlijk SMS opeens weer een ding werd. Ja. En toch ook wel blijvend is. Oké, dus dat schept mogelijkheden. Zeker. Het vierde inzicht alweer, dat is altijd een leuke. De meest populaire dag om mails te verzenden. Ja. Da-da-da-da-da. Tada, de donderdag. Ja joh, de donderdag. De donderdag, ja. Dat schijnt toch echt wel een hele populaire dag te zijn om te verzenden. Want dan werkt iedereen of zo. Misschien een hele vreemde donderdag verzenden. Ja. Is misschien eind van de week, dan is het af. Dat alle bureaumensen heel hard aan het werk zijn. Nou, alle e-mailmarketeers, alles is verzameld en we kunnen nu de e-mail eruit gooien. Maar inderdaad, donderdag een populaire dag om te verzenden. Let wel, dat zegt nog niet specifiek dat donderdag ook de beste dag is, bijvoorbeeld voor de engagement in de mail die er is. Nee, want als we naar de open rate kijken, wat is dan de beste dag? Dan is juist de dinsdag weer een betere dag. Aha. En voor de CTR ook dinsdag, hè? Ook dinsdag, ja. En voor de CTO, dus voor de click to open is de zondag. Hoe zou dat nou komen? Ik denk toch vooral als je naar B2C kijkt, dat zondag toch wel een dag is dat mensen een beetje in hun mailbox gaan schuimen. Wat meer rust. Van wat is er nog meer? Wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog bestellen? Ja. En dat ze dan de mails gaan openen. En lastig om advies te geven dan, hè? Dat je zegt van nou, je moet dus op die dag verzenden. Nee, dat is een kwestie van testen. Ja, dat. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen per doelgroep, per case. Per doelgroep, per product, per of het B2B is of B2C verschilt natuurlijk ook. Dus blijf testen. Vooralsnog de populairste dag, de winnaar is donderdag. Donderdag. Goed. De laatste inzicht voor nu, dat is als we kijken naar jullie respondenten en het gebruik van data. Wat zijn daar de inzichten? Ja.
Nou, we hebben inderdaad wel het inzicht dat toch wel ruim 96% van onze klanten gebruik maakt van een vorm van een dataplatform. Denk aan een CRM of een CDP, DMP, maar een vorm van een dataplatform. Ja. Maar dat de datakwaliteit nog steeds niet als uitstekend wordt bestempeld. Meestal wordt er zo'n 7 uit 10 gegeven. Dat geeft dus wel aan dat er nog wel werk aan de winkel is. Ze geven zichzelf een 7 van 10. Ja, de datakwaliteit geven ze inderdaad een 7 op de 10. Dus daar is ruimte voor verbetering? Zeker. Okay. Is dat, hebben jullie dat eerder gemeten ook in voorgaande benchmarks? Het is wel een hot topic altijd. Dat die datakwaliteit toch echt wel een... Ja, het toch een ding is voor marketeers om daar grip op te krijgen. Okay. Maar dit is de eerste keer dat we een rapportcijfer hebben kunnen meten. Dus kijken wat er volgend jaar gebeurt. Of ze dan van een 7 of beter zijn gegaan. Ja. Heel goed. Drie belangrijke thema's gaan we nu behandelen, Shaula, uit de benchmark. Jij noemde het net al even, de recente Apple privacy update. Mm-hmm. Wat is het effect ervan? Als we kijken naar het meten van succes van je campagne. Ja. Nou, wat het effect bijvoorbeeld zou kunnen zijn, is dat je open rate er anders uit gaat zien. Want hoe meer Apple gebruikers je hebt, en het gaat dan voornamelijk om de iOS 15 update die er heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Hoe meer users je daarvan hebt, hoe hoger je open rate natuurlijk wordt. Maar dat is een heel vertekend beeld, want het wordt geopend door een machine. Mm. Dus de open rate wordt wel een statistiek die we een beetje los moeten gaan laten. Als meetinstrument. Als meetinstrument, ja, absoluut. En je moet echt gaan kijken naar engagement. Dus wat is de click-through, wat is de click-to-open? En dat wordt gewoon steeds belangrijker, die engagement. Ja. Moet je dat eruit filteren zelfs dan? In sommige gevallen is het zeker aan te raden om het uit te filteren. En voornamelijk daar waar je een campagne of een gebeurtenis triggert op basis van een open rate. Dus iemand opent en dan moet er dit gebeuren. Ja. Want als dat nou een machine open is, dan is die trigger helemaal niet op zijn plek. Nee. Dus dat vergt wel eventjes een beetje onderzoek in je campagnes die je hebt draaien. Zeker. Helder. De gemiddelde statistieken van het jaar, laten we ze een paar noemen. De accepted rate, daar hebben we het al over gehad, 99,68. De open rate 32,30. CTR 3,63. CTO 10,35. Prima cijfers, lijkt mij. Maar belangrijker, hoe kunnen jullie klanten ervoor zorgen dat ze die statistieken niet alleen halen, maar misschien zelfs overscoren? Overscoren. Ja, we hebben net ook al gezegd over de beste verzenddag. Het blijft een kwestie van testen. Mm-hmm. Je moet sowieso personaliseren in je content. Maakt natuurlijk dat mensen zich veel meer betrokken voelen bij jouw content. En dus sneller je mail openen, klikken in je mail, waardoor je ratings omhoog gaan. Maar ook kijkend naar de datakwaliteit. Als jij een hele grote lijst hebt met klanten die nooit iets openen of nooit engagen, ja, dan zal je rating naar beneden gaan. Dus hoe schoner jouw databestand is, hoe schoner de lijst van mensen die jij gaat mailen, hoe beter je ratings worden. Ja, en dus veelvuldig testen. Testen, kwaliteit van de content en kwaliteit van de data. Ja, eigenlijk. En het goed weten te taggen met UTM-tags, zodat je dan ook in de backend goed kan kijken wat is de engagement geweest. Ja, en wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Ja. Wordt dat goed gedaan? Door de ene beter dan door de andere, heel eerlijk. Ja. Ja. Het derde thema uit de benchmark. En dat is met name een aantal uitspraken die jullie respondenten hebben gedaan. Twee wil ik eruit pikken. Eén, de grootste uitdaging die zij zien. En daar zeggen ze klantgegevens voor individuele contacten zien zij als uitdaging. En de grootste trend die ze zien is data-driven marketing. Als je die twee dingen hoort, wat is jouw advies aan mensen die dat als uitdaging zien en daar moeite mee hebben? Ja, het is zeker herkenbaar. Vooral data-driven marketing is altijd wel een hot topic, al jaren. Het wordt steeds belangrijker om goede first-party data af te vangen, zoals wij dat noemen. Ja. Dus de data waar jij iets mee kan als marketeer. Daarvoor is het gewoon heel erg belangrijk dat je het goed gaat uitvragen op een laagdrempelige manier. Dus denk vooral aan hoe kan ik heel snel e-mailadressen afvangen op mijn website al. Om een mooi voorbeeld te noemen, onze benchmark, die gaan we natuurlijk aanbieden. Mm-hmm. Daarvoor vangen wij e-mailadressen af. Ja. Vervolgens wil je die data gaan verrijken, want je wil gepersonaliseerd kunnen gaan mailen. Dus je kunt daarbij denken aan een campagne waarin je voorkeur gaat uitvragen. Wat zou je graag van ons willen ontvangen? Hoe vaak zou je dat willen ontvangen? En daarin kun je ook meer gegevens uitvragen waar je zelf gebruik van zou willen maken. Wil je een verjaardagscampagne laten draaien, heb je een verjaardags- of een geboortedatum nodig. Om die ook daadwerkelijk te triggeren. Dus dat,
Dat zijn wel hele belangrijke aspecten waar je mee aan de slag kunt gaan. En de mogelijkheden van mobile? Ja, die zijn er zeker. Denk alleen al aan als jij een app hebt als bedrijf zijnde mijn omgeving. Het mooie daarvan is dat iemand heeft daar al een account aangemaakt met een e-mailadres. Je hebt daar geen opt-in meer voor nodig, want die heb je al. En zeker dat kanaal, ja, daar kun je heel veel data in gaan verzamelen. Aankopen, gedrag, zoekgedrag. Een goudmijn. Dus reden om een app te maken? Het is een hele goede reden om inderdaad daar gebruik van te maken. En als je hem hebt, gebruiken. Ja. Ja. Dat waren drie belangrijke thema's. Als we dan kijken naar hoe lastig het speelveld ook is, maar toch eens kijken of we een aantal adviezen kunnen geven als een soort wrap-up, waar klanten van jullie en iedereen die professioneel met e-mail en marketing bezig is, kunnen gebruiken. Nou, één, je noemde het al even, weg met vervuilde data. Dat is een bad thing. Wat is je advies daaromtrent? Nou, ga inderdaad eens kritisch kijken naar de data die je hebt. Wat voor e-mailadressen zitten daarin? Zitten daar heel veel adressen in die je al heel lang of niet gemaild hebt, of klanten die, of adressen die al heel lang niet een vorm van interactie hebben vertoond op jouw uitingen. Mm-hmm. En ga daar dan een specifieke campagne op doen. En wij noemen dat ook wel een winback of een reactivatie. Ga kijken of je die adressen weer actief krijgt. Zo niet, neem er dan afscheid van. Okay. Dat klinkt misschien wat rigoureus, maar je hebt meer aan een lijst die wel interactie vertoont met jou als bedrijf, dan een hele lijst van mensen die er helemaal niks mee doen. Ook dat is weer beter voor je rating. Oké, dus kwaliteit boven kwantiteit. Ja. Oké. Wat zijn de gevolgen als je met vervuilde data aan het werk gaat? Ik bedoel, wat zijn de consequenties? Nou, consequenties zijn dat je ratings echt naar beneden gaan. Je kunt dat terugzien in je accepted rate. Ja. Want het kan heel goed zijn dat je verouderde e-mailadressen hebt die gewoon ook niet meer mailbaar zijn. Ja, dat ga je dan wel zien in het afleverpercentage wat je hebt. Maar als het ook niet meer relevante informatie is die jij stuurt voor degene die zich ooit heeft aangemeld of ooit klant is geweest bij jou. Ja, dan zal ook je click-through en je click-to-open rating echt wel naar beneden gaan. Hm. Want er vindt geen interactie meer plaats op jouw communicatie. En dat is gewoon zonde. De tweede advies, hoe hou ik mijn accepted rate hoog? Hij is al heel hoog, maar hoe houden we hem zo hoog? Door inderdaad kritisch te kijken naar je data, kritisch te kijken naar de klanten die je aanschrijft. Ga vooral ook aan de slag met personalisatie. Dus de ene content is wel relevant voor de ene groep mensen en de andere niet. Maak daar onderscheid in en zorg ervoor dat je zo relevant mogelijk en gepersonaliseerd mogelijk gaat mailen. Want als de resultaten heel goed worden, dan heeft dat ook weer een effect op jou als zender, hè? Zeker. Ja, hoe beter jouw reputatie is, hoe beter jouw mails worden afgeleverd in de inbox. Dus je inbox placement gaat daarmee ook omhoog. Eigenlijk zijn de adviezen komen uiteindelijk denk ik wel neer op meet kwaliteit en niet kwantiteit. Hè? Ja. Hoe kun je dat op een goede manier doen? Door inderdaad een beetje wat meer af te gaan stappen van die open rate. Ja. Ga ook echt kijken naar de engagement die wordt vertoond op jouw mails. Nogmaals, personaliseer, segmenteer, zorg dat je de juiste content aanbiedt en test daar ook heel veel mee. Ga dingen proberen en ga dus inderdaad meer op de interactie zitten. Wat is de click-through rate? Wat is de conversie? Want met de UTM-tagging kun je natuurlijk ook heel erg goed je conversie gaan meten. En ga die in de gaten houden en stap een beetje af van dat open rate. En dat is een duidelijk advies. En denk aan een mobile marketing strategie. Ja. Dat is een beetje daar liggen kansen. Ja, en daar liggen absoluut kansen. Zet sms ook eens in. Ga het gewoon eens proberen. Ja. En als je een app hebt, gebruik hem. Ook als communicatiekanaal. Charles Schotman, dankjewel. Voor deze inzichten. En ik kan me voorstellen, je denkt, hoop informatie. En dat is allemaal beschreven in de complete benchmark. En die wil ik zien. Dat kan. En die is te vinden op email-benchmark.nl. Namens Team ITG, dankjewel voor het kijken. En heb je geluisterd, dankjewel voor het luisteren. Hoi.